Hallo, dat is even geleden een filmpje van mij voor jou. Ja, daar zit ik dan, onder een boom, midden in Rotterdam. Zoals jullie weten ben ik tegenwoordig een aantal dagen in de week in Rotterdam. Zo ook vandaag. Dus je hoort het ook op de achtergrond. Het licht is ook nog eens slecht in het filmpje. Ik zie ook nou dat ik geen make-up op heb, dus lekker goed voorbereid, maar niet heus. Maar dat maakt niet uit. Lief zijn voor jezelf is ook niet zo streng zijn voor jezelf en wat vaker gewoon het oké vinden. Dus, nou ja, het is oké om voor mij zo'n filmpje voor jou te maken. En waarom? Heb ik iets heel belangrijks te vertellen? Ja en nee. Ik wil je graag meenemen in mijn enthousiasme en jou daarmee inspireren. Ik heb een trainingsweekend gehad afgelopen weekend. 1 van 4 in de rij. En het was een heftig weekend. En voor mij als hooggevoelig persoon, zoals dat dan heet, was het ontzettend heftig. De dagen waren van 's morgens 10 tot 's avonds 11, 12. Volledig in het Engels en dat allemaal over marketing en bedrijfskunde. Nou, ik kan je vertellen, na 2 dagen zulke training was ik op zaterdagavond echt helemaal gebroken. Maar dat maakt niet uit. Zondag hadden we nog een dag en zijn we er gewoon weer fris tegenaan gegaan. En ik heb ontzettend veel geleerd. Dat bovenal. Ik heb heel veel leuke mensen gesproken en een aantal hele bijzondere mensen mogen ontmoeten. Mensen op hetzelfde niveau, met hetzelfde gevoel. En die elk ook hun eigen bedrijf hebben en daar hun hele ziel en zaligheid in stoppen. En dat is alleen al fantastisch. Maar zondagmiddag gebeurde er, ja, voor mij nog een soort van klein wonder. En dat wil ik je voor zover als het kan in ieder geval even meegeven. Om je in ieder geval aan het denken te zetten. Er werd ons gevraagd, we hadden het ging over pricing en over hoe een prijs samen te stellen. En vervolgens werd ons uiteindelijk gevraagd, als je nou een 10.000 euro product moest samenstellen, wat zou dat dan zijn? Nou ja, 10.000 euro is natuurlijk heel veel geld. En ik had niet gedacht dat ik dat zou kunnen. Zeker niet binnen mijn branche, want hoe kun je nu een massage aanbieden die 10.000 euro waard is? Dan moet je wel hele spectaculaire dingen gaan doen. Nou, dat is niet de bedoeling. Dus in eerste instantie blokkeerde ik heel eventjes. En vervolgens heb ik even rustig adem gehaald. Heb ik de vraag nog een keer aan mezelf gesteld. En in één keer was het idee daar. Nou gaat het mij niet zozeer om het idee, als wel om het gevoel waar het vandaan kwam. Het hele weekend ging erover dat je dat moet doen waar je in je hart van overtuigd bent, wat bij je past en waarom jij een verschil kan maken in de wereld. Nu doe ik dat al. Ik maak al een verschil. De mensen die bij mij komen weten dat ook. Die ervaren dat ook iedere keer weer. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Maar ik wil zoveel meer mensen kunnen bereiken. En ik wil zoveel meer mensen de kracht van ontspanning kunnen laten ervaren. En het, ja, dus ik mag eigenlijk al doen waar ik blij van word. En toch zit er nog veel meer. En ik voelde op dat moment waar ik nog veel gelukkiger van zou kunnen gaan worden. En in één keer was daar een idee. In één keer was daar een product wat ik aan kan gaan bieden. Nog wel ontzettend in de kinderschoenen, maar dat was daar iets. En mijn hart maakte een sprongetje, want ik voelde dat dat is wat mij nog veel meer in mijn ziel raakt. Dat nog veel beter bij me past. En het sluit perfect aan bij wat ik nu doe. Dus dat wat ik nu doe, kan ik gewoon blijven doen. En ik kan dit er gewoon bij gaan doen. En ik kwam thuis. En ik was bij mijn vriend. En ik deelde mijn idee. En hij deelde mijn enthousiasme vanaf de allereerste seconde. En we zijn nu samen aan het kijken hoe dat we dat idee vorm kunnen geven. En vandaag zijn al de eerste samenwerkingsverbanden gelegd. En krijgt mijn idee, en dus mijn diepste verlangen, krijgt vorm. En wauw, ik krijg er tranen van in mijn ogen, want het maakt me zo ontzettend blij dat dat kan. En dat zou voor jou ook kunnen. Waar word jij blij van? Helemaal diep van binnen. Wat is het waar jij van voelt, waar je zo blij van wordt? Waar je mensen mee kan helpen en of je dat dan gaat doen als je baan of als vrijwilliger. Maar ga dat doen waar je blij van wordt. En sluit je aan bij de mensen die je daarin supporten. Dat is zo belangrijk. Geloof in jezelf.
En vind mensen die je kunnen helpen. Ze zijn er. En soms moet je er anderhalf uur voor rijden, net zoals ik. Nou is het niet zo dat er inmiddels geen mensen zijn die mij niet supporten, maar dit voelt natuurlijk wel fantastisch. Dat je in mijn geval samen met de jongen die ik zo leuk vind, samen aan mijn bedrijf kan werken. Ja, dat is alleen al een fantastisch cadeau. En dat we dus ook nou daadwerkelijk dat gaan doen waar ik in mijn ziel zo gelukkig van word, dat gun ik echt iedereen. Dus vraag jezelf eens af. Ga eens met jezelf zonder je af. Ga naar buiten, zoek een rustige plek op, ga onder een boom zitten en ga voelen waar je blij van wordt. En ga dat doen. En vind een manier om het te doen. Als je het wilt, is alles mogelijk. Ik ga jullie natuurlijk de komende tijd op de hoogte houden. Dat ben ik je nu wel verschuldigd. We gaan het eerst een klein beetje uitwerken en zodra het live gaat, zal ik jullie als eerste en wellicht wel weer met het filmpje op de hoogte houden van de dingen die ik van het weekend bedacht heb, die we nou aan het uitwerken zijn en die echt een verschil gaan maken in de wereld. Waarbij ik zoveel mensen kan gaan helpen en jou wellicht ook wel. Lief zijn voor jezelf. Ja, gaat een begrip horen. Ik weet het zeker. Nou, dat was een beetje een onstuimig videootje, maar echt recht uit mijn hart. Ik hoop dat jij kan gaan doen waar je blij van wordt. Ik zie trouwens inmiddels dat het is gaan regenen, dus ik blijf hier nog even lekker zitten, omdat het kan. Een hele fijne dag. En nou, laat me even weten, als je dit soort filmpje hebt gezien, waar word jij blij van? Waar zit jouw zielsverlangen? En misschien kunnen we elkaar wel helpen. Misschien kan ik wel iets voor jou betekenen, of kan jij iets voor mij betekenen. Als je het niet vraagt, dan weet je het ook niet. Als je het niet deelt, kom je er nooit achter. Dus deel je ideeën, deel je inspiratie. Ik hoop tot snel. Hele fijne dag nog. Doei doei!